Ja, jouw dochter was nog jonger. Ja, die was 3. En wij zijn toen we wisten dat bij mijn vrouw uitgezaaid werd, zijn we naar een kinderpsycholoog gegaan om te vragen: hoe vertel je een kind op een gegeven moment dat je doodgaat? Want wij beseffen als volwassenen weten wat het concept dood is. Maar wat weet een kind daarvan? Dat zijn niet de leukste gesprekken. Zeker voor mijn overleden vrouw was het afschuwelijk. En na haar dood ben ik nog wel een paar keer bij die kinderpsycholoog geweest. En dan ga je tekeningen maken met het kind en zo. Ik weet nog één moment. En dat was in Australië dat ze mij op een gegeven moment kuste. En ik heb het vanmiddag even teruggelezen. Niet alles in de weduwnaar is waar gebeurd. Maar dat ineens denk je van ja. Kuste ze mij en zei ze van ja, ik moet lief voor jou zijn, want jij huilt nog vaker dan ik. En toen dacht ik van, wacht even, volgens mij wordt het ook weer tijd dat ik me ook iets... Ja, je bent dan ook geneigd om wel je emoties misschien ook te vaak te laten zien aan de kind. Maar je weet dus nooit wanneer je het goed doet. Het is de ultieme onzekerheid. Mm. Maar het goede nieuws, en dat is ook voor, mocht je hem nog treffen, mijn dochter is nu 18. Ze studeert culturele antropologie. Het is het meest stabiele en ook nog, kijk eens, de rechts is zij voor alle duidelijkheid. Ja. Het is ze is stabiel, ze is sociaal, ze is zelfstandig. En ik ben apen trots op haar. En ook, dat moet ik ook zeggen, mijn ex, die dus niet haar biologische moeder is, noemt zij ook nog steeds mama. En daar ook veel eer. Volgens mij hebben we best wel redelijk opgevoed. Ja. En heeft er zelf, ik ben heel trots op haar. Dus Hella, het goed met die kinderen. Ik zie jou kijken. Zie ik goed dat het je raakt op een of andere manier, dit verhaal? Oh ja, ik moet altijd huilen bij dit soort dingen. Ik heb een beetje tranen in mijn ogen. Maar om een speciale reden of... Nee, maar omdat je zelf denkt, hoe zou ik het doen? En ik denk ook, als mijn partner zou wegvallen, dan zou ik volgens mij ook het liefst dikbed over mijn hoofd trekken en nooit meer eruit komen en heel veel drinken. Maar die kinderen aan de andere kant, je moet er gewoon uit. Die moeten gewoon naar school. Die zijn ook vrolijk. Ik bedoel, het is niet dat die daar nou de hele dag mee bezig zijn. Ja, dus ik zat helemaal door mijn hoofd te gaan van hoe zou ik dat doen? En hoe zorg je, mijn man heet Arjen, dat Arjen altijd bij ons blijft in herinneringen, in verhalen, in dingen die je samen doet. Ja, de dood, die komt allemaal een keer bij onze deur of bij onze geliefde. Dus tuurlijk. Ja, ik vond trouwens ook, ik heb op een gegeven moment een nieuwe partner gekregen. Ik heb nu al een paar jaar een vriendin, hartstikke blij. Mijn leven gaat ook door, maar wat voor de broer van mijn vrouw, of voor haar moeder, die ondertussen ook overleden is. Ik heb met haar moeder geloven over Zorgvliet de graf voor haar dochter uit te zoeken. Ja, dat is nog, als partner je leven gaat door, en dat wilde Judith ook. En dan heeft die vrouw van Ferdinand ook gezegd, zorg dat je weer gelukkig wordt. En de vrouw van die topgolfer waar die mee praat ook. Zorg dat je dat toernooi wint over 6 weken. Daar ben ik mijn vrouw ook heel dankbaar voor, dat ze al op haar sterven dat soort dingen nog heeft gezegd. Maar ik heb een nieuwe partner gekregen en een nieuwe vriendin later. Maar een nieuwe zus of een nieuwe kind krijg je nooit terug. En dat vond ik misschien nog wel... Dat is onvervangbaar. En dat vond ik wel het ergste van, je hoort je dochter niet te begraven.